Wat ik me veel afvraag is wel wat het betekent om een samenleving te zijn. Vooral ook als ik zo de tocht maak met de auto helemaal naar Stockholm vanuit Amsterdam. En ik zie dat sommige landen weer hun grenzen gesloten hebben. Dan vraag ik me wel af van ja, wat is dat verbond dan nog? Wat is die saamhorigheid die we zo graag willen uitdragen? Wat betekent die nog? Als kind wil ik altijd Steven Spielberg worden. Maar ik vond het zo lang duren gewoon om een scène uit te werken, dat ik dacht, dit is niks voor mij. Ik moet een sneller medium hebben. En zo ben ik eigenlijk bij fotografie of video, stukken, tekeningen, installaties terechtgekomen. Het idee voor het project komt voort uit het feit dat ik me vaak erger aan een gebrek aan visie, zowel binnen de politiek en ook binnen de maatschappij. We vertrouwen niks meer, we weten niet meer wat we moeten geloven, wat er in de krant staat, of het waar is of niet. En daardoor is er eigenlijk ook niemand die we nog vertrouwen in het bieden van oplossingen daarvoor. Stockholm is een interessante plek om dit te onderzoeken, omdat er vanuit veel hoeken wordt gedacht dat hier alles beter is. De grote vraag die ik hier iedereen stel is, hoe ziet jouw ideale wereld eruit en hoe komen we daar? De uiteindelijke presentatie zal een installatie worden, waarin als belangrijkste werk de film te zien zal zijn, die gebaseerd is op alle antwoorden die ik van mensen heb gekregen. Het gaat mij vooral om de vraagstelling en niet per se om het vinden van een antwoord. Want het antwoord is zo persoonlijk, ik kan jullie wel mijn ideale versie van de toekomst geven, maar de kans is gewoon 100% dat het niet dezelfde versie is als die jij hebt. Het gaat voor mij vooral om de zoektocht. De zoektocht naar het hebben van een visie.